De viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie is met de aanwezigheid van de Indiase president Draupadi Murmu een historisch geheel geweest. De komst van het Indiase staatshoofd is dan ook meegenomen in het jubileumboek dat door een werkgroep binnen de subcommissie 150 jaar Hindoestaanse immigratie in elkaar is gezet. President Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinachery hebben op dinsdag 1 augustus 2023 elk op het kabinet van de president een exemplaar van dit boekwerk in ontvangst mogen nemen. In oktober vorig jaar, 2022, heeft de president een subcommissie benoemd om de activiteiten in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie te mogen helpen vieren. Het is een bijzonder jaar, 150 jaar is een bijzonder jaar. Wij van de groep hebben heel vaak vaker met deze activiteiten meegedaan. Het is traditie dat in elke jubileumjaar ook een jubileumboek wordt uitgegeven. Zo, begin februari heeft het subcommissie, waarin wij ondervoorzitter was, heeft een subcommissie een werkgroep gemaakt, bestaande uit de heer John Persadi, mevrouw Helima Poussé en mevrouw Tanya Sitaram. Er is een werkgroep geïnstalleerd en we hebben de opdracht gehad om een jubileumboek uit te komen. Wel, we hebben een plan van aanpak gemaakt en een plan van aanpak hebben we dan uitgevoerd door research, mensen interviewen en een heel wat foto's verzamelen enzovoorts. Wat we allemaal in het boek wilden hebben, hebben we dat gedaan en die voorbereidingswerk hebben we gedaan. Ik heb samen met mijn andere twee collega's, meneer John Persadi en Tanya Sitaram, gewerkt aan interviews. En het was een heel andere ervaring dan normaal om mensen te interviewen die een belangrijke bijdrage leveren in onze samenleving. Het ging in deze om twee nazaten van onze immigranten die uit India zijn afgereisd. Dat zijn de nazaten van hun en dat was meneer Saheb Lal en meneer Kanhai. Om met meneer Saheb Lal en meneer Kanhai in gesprek te gaan was het heel aangenaam, leerrijk om te weten hoe onze Hindoestaanse cultuur eigenlijk is ontwikkeld in Suriname. Wat de mensen allemaal moesten doorstaan om naar Suriname te komen en zich hier ergens te kunnen vestigen. Het was aangenaam om dat te weten. Ze waren enthousiast, heel blij toen ze hoorden dat zij geïnterviewd werden. Want voor hun was het voor het eerst ook dat ze dus eigenlijk deel mochten zijn hiervan. En het was een heel open gesprek, want ze waren heel erg enthousiast. En voor hun was het de eerste keer. Dus alles wat ze konden vertellen hebben ze gedaan. Ja, ze hebben dus echt een boodschap gegeven aan hoe belangrijk onze Hindoestaanse cultuur is, de normen en de waarden, en dat we dat echt moeten behouden. Daarnaast ook hoe keihard je moet werken in deze steeds veranderende maatschappij, want onze Hindoestaanse cultuur mag niet verloren gaan. In ieder geval een goede noot aannemen. Ik heb begrepen namelijk dat er heel intensief hier aan gewerkt is, zelfs dagen en later nachten. Eén is dat vast, jullie hebben geschiedenis geschreven. Zo zijn we gefeliciteerd, laten we even daar zitten en dan geef ik een korte toespraak. Ja.